ben hier bij de familie van de vis, die melk hier tussen de jeugdjes. We hebben 175 melkkoeien op 60 hectare grond bij huis. De voornaamste reden voor de aanschaf van de Optideo voor ons is zo hoog mogelijk wel voeropname voor koe. In ons geval melken we met koeien die eigenlijk beperkt zijn op hun voeropname. En dan is dat eigenlijk ook, ja, hoe hoger de voeropname, hoe meer koeien in de koe krijgt, dus hoe meer melk je uit de koe krijgt uit je eigen koeien. Het grote voordeel van de Optideo voor ons is dat er ook s'nachts het voer vooral wordt aangeschoven, omdat we 's ochtends voeren. En daar was in ons geval nog een behoorlijke winst te halen qua voeropname en stabiliteit voor de koeien. De Optideo die draait hier nu ongeveer 6 weken. In het begin, de eerste 2 weken, merkten we vrij weinig de opname. Daarna, in ongeveer 2 weken tijd, vloog de opname omhoog. De droge stofopname lag normaal gesproken op 10,5 kilo droge stof. En 2 weken na het inwerking stellen van de Optideo was deze gestegen naar een 11,5-12 kilo droge stof, wat uitzonderlijk hoog was. De koeien waren 200 dagen in lactatie en dat steeg alleen tot boven de 200 en de productie steeg mee. Ja. Dus we verklaren dat toch wel aan de Optideo, wat heel positief is. Ja. De haltes bleven gelijk en toch meer melk per koe, ondanks de hoge aantal lactatiedagen per koe. Het principe van de Optideo is dat deze voer eigenlijk verperst. Dat hij het dus opwerkt, dus achterste voer over het weggedrukte voer naar de koeien toe geduwd wordt. Waardoor het voer niet klemgedrukt wordt of omdat het verstikt gaat broeien. En dat het eigenlijk weer de frisse geur van het rantsoen krijgt. Daarnaast ervaren we het als een stuk arbeidsgemak. We hoeven nou niet iedere keer de deuren van stallen open te zetten, verrekker op te zoeken en te starten. Ook iedere keer een koude motor. En het is ook iedere keer weer 10 minuutjes dat je bezig bent. En nu gaat het gewoon automatisch. Samen met onze voeradviseur dachten we niet dat wij veel resultaat zouden hebben op de bio. Omdat de koeien al best veel ruw voor opnamen dankzij het goede mengen. Maar uiteindelijk zien we dus wel resultaat, dat ze dus wel meer gaan opnemen. Dus best wel verwonderlijk nog. Ik ben Cor Kruisga. Ik zit hier in Rasker, heb een melkveebedrijf van mijn ouders overgenomen. En ik heb vorig jaar de Optideo aangeschaft vanwege arbeidsbesparing en de hoop dat er meer melk van de koeien komt. Ik heb de Optideo aangeschaft vanwege dat hij s'nachts wel, nou, gaat hij 10 maal rond. Gooit het heel mooi luchtig met die vijzel, gooit hij het weer voor de koeien. Voorheen deed ik met de trekkerband en dan duw ik het al op naar het voerrek toe. En dan is het, het begint het op duur te stinken en wordt het niet echt goed opgenomen. Nou wordt het tot het laatste toe wordt het goed opgenomen. Het voordeel hiervan is dat er meer voer opgenomen wordt. En de melkproductie was in de eerste weken 1,5 liter per koe omhoog gegaan. Hij bevalt hartstikke goed. Je ziet, hij draait. Vreed gaat weer mooi naartoe. De koeien erachter staan weer op breien klaar, ontevreden. Anders hadden die 10 jaar eerder moeten weten.